Hey. Hey. Ik kom je even succes wensen met de tewaterlating. Nou, dank je. Nou, dan ga ik maar weer. Dat was het. Nee, en om te zeggen dat ik vrijdag in Amerika zit. Je gaat dus echt? Ja, waarom niet? Er is niets meer dat me bindt. Omdat het uit is tussen ons. Ook. Dat ik met Ellen ben. Waarom die haast? Waarom kon je niet even wachten? Wachten waarom? Ik begrijp jou niet. Ik dacht dat wij nog met iets bezig waren. We hadden ruzie. We hadden helemaal geen ruzie. We waren even uit elkaar, dat is alles. Ik dacht... dat het weer goed zou komen tussen ons. Het was toch voorbij? Nu is het voorbij, ja. Dat jij me niet kon wachten. Dat jij met die... Ellen. Hey. Hey. Mooi, hè? Ooit gedacht dat jullie dat nog af zouden krijgen? Is toch maar mooi gelukt? Yep. Hey. Ben je niet een beetje trots op jezelf? Natuurlijk wel. Ben je niet benieuwd naar wat hierna weer gaat komen? Wat bedoel je? Een nieuwe opdracht natuurlijk. Ik weet niet of ik er dan nog ben, Sas. Wacht eens even. Abdullah! Heb ik iets verkeerd gedaan? Laat ook maar. Laat ook maar. Je hebt me niet eens wat gevraagd. Abdullah! Wat is er nou aan de hand? Hé, hey, kom maar bij joh, ruimte zat. Abdel! Dan niet! Dan zoek je toch fijn zelf uit. Waar ga je heen? Naar het vliegveld. Je zusje gaat vandaag naar Amerika, dat weet je toch? Ja, is dat vandaag? Ja. Schiet op, Cleon. We vertrekken zo. Nee, het is gezellig gaan lopen stress. Ik ga niet mee. Je zus gaat voor een jaar weg. I don't give a fuck! Het is er in vredesnaam tussen jullie voorgevallen. Zij gaat naar Amerika toe en ik word eruit geflikkerd. Dat heb je dan aan jezelf te danken. Kijk eens in de spiegel. Nou, zo ziet een werkeloze er toch uit. Ik denk dat ik krantjes ga verkopen op het station of zoiets vandaag. Nou, toch op met een dramatische gedoe. Nou, mam, ik kan hier niet om lachen. En hij daar praat al bijna een week niet meer met me. Ik beschouw me verdomme als een of andere paria. Wat heb je over jezelf afgeroepen, Anton? Ik was misschien een beetje impulsief. Impulsief en dronken. Een oude wijf daar een beetje goede sier gaat openmaken met mijn presentatie. Dat is toch idioot, pap? Nou, met zelfmedelijden kom je helemaal nergens. Het gaat gewoon niet zo goed, maar doe er dan wat aan. Ga met Emma praten. Een beetje excuses zijn, je wil wat goed te maken. Hé. Hey. Ja. Je had gelijk. Oh? Platform. We hebben het toch in 3 weken gehaald. Precies zoals je zei. Ja, onze weddenschap. Ja, dat is onzin, want je hebt het ding zelf geïnstalleerd. Nee. Pak je het niet uit. Heb je zin om dit weekend samen met mij... Je vindt het niks? Ik zag die poster van Casablanca in het boothuis, dus ik dacht... Dank je. Je hebt hem al. Niet de ingekleurde versie. En dat vind je niks? Ik vind het heel erg lief van je. Ik moet wat regelen. Ja, voor vrijdag. Hé, hey, wat is er met je? Dit is iets heel dringends. Marco, we hebben zo'n rapportage. Ja, ik ben snel weer terug, oké?